En Suriname wordt wereldwijd gekenmerkt als een land met een zeer hoge biodiversiteit. Daarmee wordt bedoeld dat wij veel planten, bomen, dieren en andersoortige levensvormen hebben op het land en in het water. Het voordeel daarvan is dat wij veel natuurlijke hulpbronnen van biologische afkomst hebben. 22 mei is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldbiodiversiteitsdag. Marcy Gompers, Small Environmental Policy Officer voor Biodiversiteit van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, zegt dat het beheer van onze biodiversiteit volledig in handen ligt van het ministerie. Een van de dingen die we doen op deze afdeling is dat we dus de conventie in zaken biodiversiteit nationaal coördineren, de implementatie hiervan coördineren. En dat houdt dus in dat we ervoor moeten zorgen dat de besluiten die zijn genomen op de conventie, dat ze nationaal worden doorgevoerd. Dat we ons nationaal beleid, dat we de regels incorporeren in ons nationaal beleid. En dat we dus dat toezien dat de verschillende actoren, dat ze die uitvoeren. Het thema voor dit jaar is We are a part of the solution, oftewel wij maken deel uit van de oplossing. Dit is een vervolg op het thema van het vorig jaar, Our Solutions are in Nature. Elisabeth Maruma Rema, uitvoerend secretaris van de Convention on Biological Diversity, zegt in haar boodschap dat een miljoenen planten en dieren met uitsterven worden bedreigd. Now is the time to change our relationship with nature. By halting biodiversity loss, we create the conditions needed to achieve the Sustainable Development Goals, to improve human health and address climate emergency. World leaders are embarking on a journey to negotiate post-2020 Global Biodiversity Framework that will be agreed later this year at the 15th Conference of the Parties in Kunming, China. It is imperative that we get a compact that will support and enable transformative change and alter the behavior of people, business, and governments around the world. Even as governments discuss the way to build a future of life in harmony with nature, we must all immediately endeavor to protect ecosystems, species, and genetic diversity, so crucial to human well-being and that of our planet. Voor het ministerie van ROM staat biodiversiteit hoog op de agenda. Onlangs zijn er 3 commissies geïnstalleerd die het ministerie moeten ondersteunen bij het beheer van de biodiversiteit.